Ik zet mijn ring op en ik vraag jullie om af te tellen. 3. Gelukkig zat ik op cricket vroeger. Hoe kunnen we dingen laten zweven? De Universiteit van Nederland presenteert kwantumfysicus professor Dr. Mark Golden. Zwaartekracht, trotseren. Wie zou dat niet willen? Zweven. Typ zweven in Google, krijg je plaatjes als deze te zien achter mij. Hier staat een hele grote lijdensweg achter, wordt je verteld. Van meditatie, zitten in koude tenten. In dit college gaan we het iets meer natuurkundig aanpakken. Gaan laten zien dat de magische kwantumkrachten van magnetisme maken het mogelijk om daadwerkelijk objecten te zweven. Hier in de collegezaal. Magnetisme. Eigenlijk niets vreemds. De aarde waar we op zitten en staan op dit moment is een grote magneet. Er is een Noordpool en een Zuidpool en er lopen magneetveldlijnen van de een naar de andere. Het is heel goed dat er magneetveld is op de aarde, want de zon die spuugt een regen van geladen deeltjes uit met hoge energie, de zonnewind. En gelukkig worden ze tegengehouden door het magneetveld van de aarde. En dat levert als je in de buurt van de poolgebieden, waar de ionisierde deeltjes dichterbij komen, fantastische plaatjes. De Noorderlicht bijvoorbeeld is een dans van hoogenergetische ionen, ioniseerde deeltjes, in onze magnetische veld van de aarde. Magnetisme is ook iets die heel lang gebruikt is geworden door mensen. Als wij nog hier in Noord-Europa behoorlijk simpel levens leiden, waren zeevaarders uit China al bezig de eerste kompassen te gebruiken. Magnetische kompassen. Van een magnetische mineraal. En dit lepeltje, die lijnt zich uit met de aardvelden die van Noord naar de Zuidpool lopen. En op die manier, 500 jaar voor Christus, konden de Chinese zeelui navigeren. Andere wezens gebruiken magnetisme ook. In de snavel van vogels die een hele lange trek moet maken, zitten kleine deeltjes van deze magnetische mineralen. En wij denken dat de vogels ook de magneetveldlijnen van de aarde gebruiken om zelf goed te kunnen navigeren. De vogels waren vroeg bij. Nou, dit is een natuurkundecollege, niet over de vogelarij. Wij willen eigenlijk begrijpen waar magnetisme vandaan komt. Nou, magnetisme komt vandaan van een van de meest quantum eigenschappen van atomen. Atomen zijn kleine deeltjes waaruit wij gemaakt zijn met een kern die positieve lading bevat. En schillen van elektronen die negatieve lading hebben die om de kern heen cirkelen. Nou, de elektronen, weten wij van de kwantumtheorie, zijn eigenlijk kleine tolletjes die draaien om hun eigen as. En de richting waarbij ze draaien noemen wij de spin van de elektron. Zo bijvoorbeeld deze elektron die wij een rode pijltje boven hebben gegeven. Die draait bijvoorbeeld in deze richting om zijn eigen as. Deze elektron draait in de andere richting om zijn as. Dat is een spin down elektron. Deze een spin up. Zo eigenlijk magnetische stoffen zijn stoffen die gebruiken die kleine mini-magneetjes van de elektronen om grote magneten te kunnen maken. Dat is magnetisme. Wij zijn ook gewend met dit soort magneten te kijken. Net als de aarde heeft zo'n staafmagneet een Noordpool en een Zuidpool. En als ik probeer hier een Noord- en Zuidpool samen te duwen. Oh, dat is de verkeerde kant. Ik wil een Noordpool en een Noordpool samen te duwen. Als ik probeer twee gelijke polen van een magneet tegen elkaar aan te brengen, dan ziet u dat dat niet makkelijk is.
Deze twee staafmagneten duwen elkaar af. Dat is een afstotende kracht. Als ik nu omdraai dat ik een Noordpool en een Zuidpool bij elkaar breng, is het helemaal niet moeilijk. Ze trekken elkaar aan. Ik heb een aantrekkende kracht. Zo met een magneet die altijd twee polen heeft, kan ik een afstotende kracht maken. En als je kijkt naar de veldlijnen om zo'n staafmagneet, krijg je een plaatje zoals nu aan de schermen te zien is. Hier wat ijzerpoeder verraadt de verloop van de veldlijnen. Je ziet dat ze gaan van de Noordpool naar de Zuidpool. Zo, onze aarde doet dit, een staafmagneet doet dit, een magneet die je boodschappenlijst op de koelkast vastplakt, doet dit ook. Wat hier interessant is voor een natuurkundige, ik heb een kracht, een afstotende kracht. En ik wil eigenlijk dat gebruiken om iets met een andere kracht te doen. U weet welke kracht ik nu over heb. Dat is de zwaartekracht. Dat is een aantrekkende kracht tussen ieder object met massa en ieder andere object met massa. Onze aarde heeft heel veel massa en trekt heel hard aan objecten vanwege de zwaartekracht. Zoals wij deze appel willen leviteren, moeten wij weten een tegenovergestelde kracht. En misschien kunnen wij de afstotende kracht van de magnetisme gebruiken daarvoor. Zo, hier heb ik een klein speelgoed die dat eigenlijk doet. Het is een klein levitatiespeelgoed. In mijn hand zit een tol. Dat tol bevat een magneet met zijn zuidpool gericht naar beneden. In dit zwarte kastje zitten drie magneten, ieder 120 graden van elkaar, met hun zuidpolen naar boven wijzend. Zo nu, als ik mijn tol in de buurt van deze magneet breng, is er een afstotende kracht. De kwestie is het mogelijk voor ons om het stabiel te laten worden? Als dit tol moet zweven, moet het een stabiele kracht. Kijk of het lukt. Live. Nog een keer. Dat is moeilijk. Op het scherm nu komt een filmpje die wij eerder hebben gedraaid. Waar de condities in de collegezaal wat rustiger waren als nu. Je ziet dat het heel makkelijk is met deze afstotende kracht om dit tol te laten leviteren. Dit leviteert ongeveer 5 minuten. Okay. Maar nu is er wat meer temperatuurverschillen in de zaal, dat maakt dit wat moeilijk. Zo, wat heb ik hier? Ik heb eigenlijk een soort Mexicaanse hoed. Die drie magneten onderin, die stoten dat magneet van bovenaf. Maar in de midden, net als in de ingedeukte stuk van een Mexicaanse hoed, is een klein energieputje. En daar zit dat tolletje in. Maar u zei net, het is heel moeilijk onder zware omstandigheden om dat ook lang te laten gebeuren. Als iemand dit een klein setje zou geven, dit tolletje, vloep, valt hij van de Mexicaanse hoed af. Zo, dit is levitatie zonder tai chi te moeten doen. Zonder een boeddhist monnik te moeten zijn. Ik heb misschien de kapsel voor, maar niet de aanleg verder. Met de afstotende kracht van permanente magneten. Nou, de volgende hoofdstuk van het verhaal is of wij dit ook kunnen doen met dingen die zelf niet magnetisch zijn. Hier heb ik een ring die van aluminium gemaakt is. Als ik bijvoorbeeld met mijn magnetische tol aantik, dan gebeurt niks. Aluminium is niet magnetisch. Kunnen wij ook een stukje aluminium aan het zweven krijgen? Wij zijn uiteraard ook niet magnetisch. Als wij willen zweven, moet het ook voor ons kunnen. Zo, daar heb ik een opstelling voor. Bestaat uit eigenlijk maar twee delen. Ik heb een stroombron. In dit kastje onderin zit een spoel koperdraad. En daar zit een paaltje, een weekijzer paaltje erin.
aan dit weekijzeren paaltje is heel goed in de geleiden van magnetische veldlijnen. Zoals ik een stroom door het spoel stuur, maak ik eigenlijk een magneet. Dat noemen wij een elektromagneet. Iedereen kent die plaatjes van de autosloperij met zo'n grote ding die metaal op kan pikken en los kan laten. Dus ik heb mijn aluminiumring. Ik zet het over de weekijzeren staafje en ik zet wat stroom door mijn spoel. Ja hoor, levitatie. Geen religie voor nodig. Geen magnetische stof voor nodig. Hoe werkt dit? Nou, als een experimenteel natuurkundige dit ziet, dan begint hij of zij meteen dit te doen. Nu moeten wij experimenten doen om achter te komen wat hier aan de hand is. Wij moeten wat veranderen aan ons experiment. Ik heb niet genoeg data om dit te verklaren. Zo, ik neem een tweede ring, ook van aluminium. Ik zet die erop en ik zet weer een stroom door. Ah, dit zijn nuttige experimenten. Experimenten die het niet doen, zijn vaak veel nuttiger dan die het wel doen. Zo, nu kan ik beginnen een hypothese te maken. Ik laat jullie zien via de cameraman wat de verschil is tussen die twee ringen. Allebei aluminium, allebei gelijk zwaar, maar de een heeft een klein hapje eruit. Wie heeft een idee wat hier eigenlijk gebeurt als ik deze ring, zonder de hapje uit, zo aan het zweven krijg? Wie waagt een hypothese te maken van wat hier met dit ring plaats kan vinden, die met dit ring, met het spleetje eruit, niet kan? Kringstroom was de eerste antwoord die ik hoorde. Geen slechte hypothese. Ik doe ze weer op dezelfde kant. Die met het spleetje uit, daar zou geen stroom kunnen lopen in zo'n cirkelbaan. En dat is daadwerkelijk wat in mijn spoel hier onderin gebeurt. Daar loopt een stroom in een cirkelbaan en dat maakt een magneetveld. Zoals een stroom ook kan lopen in mijn andere spoel, die heeft maar één winding, maar toch is het een spoel, dan maakt dat ook een magneetveld. En de ijzerhard wetten van de energiebehoud dwingen dat dat magneetveld tegenovergesteld moet zijn ten opzichte van de eerste. Zo, ik heb nu een afstotend magnetisch kracht tussen de spoel beneden en mijn ring omhoog. En de afstotende kracht is genoeg, zoals jullie kunnen zien, om de zwaartekracht op nul te zetten. Het is gelijk groot als de zwaartekracht. Zo, dit klinkt allemaal heel erg als iets uit een natuurkundelab. Maar handen in de lucht, hier wie een omafiets heeft. Of iemand in de gezin die een omafiets heeft, van die hele ouderwetse fietsen. Achterin een aantal, heel goed stijlvolle fietsen. Die hebben een dynamo op de voorwiel, voor het gesloopt werd als je het in Amsterdam parkeert. En dat dynamo is eigenlijk niks anders dan dit. Daar heb je een spoel en in dat spoel vliegen vier magneten in het rond, aangedreven door de wiel van de omafiets. En de keurig natuurkundig woord voor wat hier gebeurt is inductie. Koken we ook mee. Als je een inductiekookplaat hebt, is er een wisselende magnetische veld in je kookplaat. Die induceert een stroom in je pan. En de pan wordt warm door de weerstand tegen dat stroom. Zo, dit ring is ook best warm intussen. De weerstand tegen de stroom die rondgaat. Nou, dit is een natuurkundecollege en ik kan natuurlijk geen natuurkundecollege maken zonder een formule te laten zien. Dat is hoe wij het liefst onze resultaten beschrijven. Nou, dit is de wet van Lenz. Die beschrijft welke stroom of spanning geïnduceerd werd als wij een veranderende magnetische veld. De Griekse delta, zegt de natuurkundige en wiskundige, daar is iets aan het veranderen. Maar dit is een breuk. Maar voor we de breuk zijn, even stil bij staan. Dit is een heel belangrijk iets, dit minteken. Dat zegt dat de stroom die rondgaat in deze spoel andersom draait dan de stroom die rondgaat in de onderste spoel. Door die minteken krijg ik mijn levitatie.
Nou, wat ook leuk is aan een breuk, is dat iedereen weet, als je de bovenkant van de breuk groot laat worden en de onderkant van de breuk, en dat is hoe snel de magneetveld verandert, klein maakt, kan je een hele grote geïnduceerde spanning. Een hele grote stroom, een hele grote magnetische veld. Gaan we kijken of dit breukformule daadwerkelijk waar is. Zo, daar gebruiken we een hele high-tech, ultrasnelle schakelingsapparaat die ik meegebracht heb van het laboratorium. Ik zet mijn ring op en ik vraag jullie om af te tellen. 3. Nou, misschien heeft iemand het gemist, dat gaan we nog een keer doen. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben de delta T heel klein gemaakt. 1 over een klein getal is iets heel groots. Zo, ik heb een grote spanning weten op te wekken, te induceren. Weer een grote stroom die hier plotseling ingaat. Dat leidt tot een grote verandering van de magnetische veld. En ik trots zwarte kracht niet eens. Ik overmeester zwarte kracht volledig. Nog een keer, 3. 2, 1. Gelukkig zat ik op cricket vroeger, zo dan makkelijk om te pakken. Zo, wat wij zien is, je hebt geen yogis nodig en geen mantra's nodig om te leviteren. Je moet de kwantummechanische krachten van de elektronspin voor je wagen spannen. En dan is het mogelijk daadwerkelijk om dingen te laten zweven. In de volgende college wil ik eigenlijk een stapje verder met het zweven en de vraag stellen, is het mogelijk voor ons om zwevende auto's of zwevende treinen te bouwen? Tot zo, dank u wel.